Net, want ik heb het nogal erg druk gehad en heb geen tijd gehad om het uit mijn hoofd te leren. Dus ik lees het even van een briefje af en ik hoop dat jullie daar begrip voor hebben. Wat geweldig dat jullie hier allemaal zijn. Mijn naam is Rita Tromp, voorzitter van de winkeliersvereniging De Hoornse Straatjes. Van harte welkom op deze openingsdag. Een evenement waar wij als bestuur en het denkteam met veel enthousiasme naartoe hebben gewerkt. En waarbij wij hebben mogen rekenen op medewerking van de in de Hoornse Straatjes gevestigde ondernemers en de gemeente Hoorn. De oorsprong van de Hoornse Straatjes ligt in het idee dat Hoorn als winkelstad veel te bieden heeft. Maar winkelen verandert. Het simpelweg kopen van een product is niet waarvoor je de stad in moet. Winkelend publiek dat onze binnenstad bezoekt is er even uit. Zoekt gezelligheid, advies van vriendelijke en deskundige winkeliers. Dit samen met onze goede horecaondernemingen. Dus een goed gevoel. De Hoornse straatjes bieden dat. Wij hebben ons niet alleen verenigd door straten met elkaar in verbinding te brengen, maar ook door ons als winkeliers en horeca met elkaar te verbinden. Een verbinding van speciaalzaken tussen de twee kerken. De kick-off van de Hoornse straatjes, wat de komende jaren deze 60 ondernemers tot een succes zal maken, is dat wij verenigd zijn met één doel. De Hoornse straatjes tot een begrip te maken en in heel Nederland. Maar uiteraard, zo enthousiast als wij zijn, ook daarbuiten. Tot om u te laten zien dat het onze ernst is, als u even kijkt naar de huidige straatnaamborden, hierboven treft u straatnaambordjes aan van de Hoornse straatjes. Wij hebben ook een prachtige website, een hele professionele website en Facebook. De Hoornse straatjes is dus een feit. Ik wil tot slot mijn grote dank uitspreken aan het bestuur, Inge Gijssen en Bart Faber en het geweldige enthousiaste team. Zij hebben ideeën ontwikkeld en uitgevoerd. Dit zijn Bart Faber van Kapsalon Daily Hair, Inge Gijssen van Ooms Feestwinkel en Anjo Kleinvang, Annette Quantes van Lingeriezaak Lifestyle en Ralf Bakker van Lijstenmakerij en Kunstuitleen De Molensteen. Daarnaast hebben wij ontzettend veel steun en medewerking gekregen van de gemeente Hoorn. In het bijzonder de heren wethouder Tap en accountmanager de heer Kolen. Onze grote dank hiervoor. Het bestuur en het team hopen in de toekomst nog graag een beroep op jullie te doen bij het opbouwen van het succes dat wij verder voor ogen hebben. Ik wil iedereen persoonlijk nog eens vriendelijk bedanken voor al het werk en inzet. Ik vraag bij deze aan het publiek een groot applaus voor deze geweldige mensen. Hartelijk dank voor uw aandacht en graag tot ziens in de Hoornse straatjes. Ik draag nu het woord over aan de heer Kolen. Hij gaat voor ons de Hoornse straatjes openen. Goedemorgen, Geert Kolen van de gemeente Hoorn. Wethouder Tap had hier heel graag bij aanwezig willen zijn, want hij vindt het een ontzettend goed initiatief wat hier van de grond is gekomen. Helaas verhinderd, dus ik mag namens hem die woorden uitspreken. Felicitatie, een geweldige dag. De zon schijnt over de Hoornse straatjes en die zal dat hopelijk heel lang blijven doen. En die zon schijnt ook omdat daar ook zeg maar, de ondernemers al invloed op lijken te hebben door die gezamenlijke aanpak.
En dat is heel erg belangrijk, wat mevrouw Tromp ook zei. Winkelen is een keuze. Je hoeft niet meer vanuit je luie stoel op te staan om iets te kopen, maar dan mis je toch wel heel erg veel. Heel erg veel van al het moois wat Horen te bieden heeft. En dan speciaal ook nog in dit deel van Horen, waar nu de Horense straatjes een uiting van zijn. Dus die handschoen die u zei van in gezamenlijkheid proberen, ook in de toekomst daar verder invullingen aan te geven. Nou, die pakken wij graag op. We zijn ontzettend blij dat de ondernemers het voortouw hebben genomen. Want jullie zijn de deskundigen. Zitten hier elke dag aan gedag. Gaan elke dag om met al die klanten die hier komen. En het is te hopen dat er nog heel veel meer mogen worden. Dus alvast van harte gefeliciteerd. Ga zo door. En nu dan de openingshandeling. Heren, wij nodigen u nu heel graag uit om een van onze geweldige speciaalzaken te bezoeken of iets jezelf te vermaken op een van onze springkussens. Dank u. Thank you.